Ignacio. Voor het eerst Ignacio. Oeh! En El Asuti met de eerste kans in de wedstrijd. Adnane. Richting De Graaf. De Graaf. Mulder. Mulder. Oh! Wel een goede loopactie trouwens van Mulder. Dit was dé kans voor GVV in de wedstrijd. En Gari weer. Ik noem hem altijd de extra aanvaller van Kozakkenboys in balbezit. Bot. Gari. Gari Jansen. Nou. Nou, 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 nou. Daar heeft de doelman alle geluk van de wereld. Tavares. Komt Terschegge tegen. Tavares diep. El Asuti loopt op elke bal. Dus ook op deze. El Asuti krijgt hem mee. En daar is nummer 6 van het seizoen. Ja, zo simpel is het. Dit is het voetbal van Kozakkenboys. Dodelijk in de omschakeling. Nummer 6 van El Asuti. Met de buitenkant. Jansen kansloos en het is 1-0. El Asuti. En Ignacio in duel met Den Hartog. Allebei zegt Bronsvoort. En De Graaf. De Graaf is hier de gelijkmaker. Ja, de hele wedstrijd niet gezien. De Graaf. En het staat 1-1. Ja, Pollemans is De Graaf kwijt. En die kijkt om zich heen. Ja, waar is De Graaf? Ja, die maakt hier de gelijkmaker. Dan maar uithalen. Montero. Montero. Jansen Wijfelt. Oeh, ja. Dit is een lekkere zeg van Montero. Nou, je ziet het ook, Montero. Die hoopt dat er iemand tegenaan loopt. Maar ja, Jansen die ziet de bal gewoon binnenvallen. Omdat hij verkeerd positie kiest, de doelman. Er zijn mensen die hem geven aan Hulsbos. Maar het was toch Montero die richting de goal schoot. Ajax op wilskracht. De Graaf. Veel mensen voor van GVV. Onder andere Brouwer. Afvallende bal is voor De Jong. Nou, De Jong. De Jong nog steeds. De Jong. Brouwer staat helemaal vrij. Oh, dit was hem geweest. En nu? Nee, ook in de naastoot Mulder niet. Dit was de mogelijkheid voor GVV om op gelijke hoogte te komen. Akatowski. El Asuti. Draait goed weg. Akatowski stond er nog. En? Ho! Dit was de kans voor Bot, zeg. Jansen voorkomt een derde treffer. De Graaf. Ja, zo maakte hij ook de gelijkmaker. De Graaf. Het wordt geen 2-2. Zomaar weer binnendoor het balletje. Zomaar weer de kans voor De Graaf. Uit het niets ook. Terschegget. Arends blijft staan. Van Inge doet goed werk. De Graaf. De Jong. De Jong. Zo, daar is de gelijkmaker. Ja, ja, misschien ook wel verdiend ook. Want Kozakkenboys is achteruit gaan lopen. Het is Lahmoudji die hem binnen schiet. Dit is De Graaf met Montero. De Graaf krijgt de bal bij De Jong. Die brengt de bal in en uit het niets. Lahmoudji goed binnengeschoten. 2-2 is de einduitslag. En ik denk op basis van 90 minuten voetbal een terechte uitslag. Tussen de twee toppers in de tweede divisie. Kozakkenboys en GVV.